een merk waarvan ik zeg, kan je nou aandoen. Maar volgens mij kun je er zo ongeveer overal mijn worsten naartoe wil. En dan zorgen we hier in de garage iemand die aan het knutselen is. Goedemiddag. Goedendag. Goeiedag. Schrik voorzichtig. Wij zijn, ik zal me even voorstellen. Hi, ik ben Bas. Peter. Peter, is die camper van jou? Ja, die bus van ons, ja. Wat een gaaf ding. Ja, je vraagt je af, waar heb ik nou mijn fiets hangen? Ja, precies. Nou, wij maken een programma dat heet Onderweg. Oh ja. Van L1 van de Limburgse Omroep. Ja. En daarbij rijden wij kriskras door de hele provincie. En als we iets ik zal zien... de radio even zachten. Ja, dat is goed. Zal ik het dan op nee hoed moeten leggen? Inderdaad, dan hebben we de uitzending. Kijk, nu is het nog sfeermuziek op de achtergrond. En als we dan iets zien waarvan we denken van daar zou wel eens een verhaal aan vast kunnen zitten, dan proberen we een gesprek aan te knopen met mensen. En dat levert vaak hele leuke verhalen op. Wat is het eigenlijk, Peter? Het is een Russisch legervoertuig. Het is geschoeid op een jeepmodel. Wat de Russen hebben. En die hadden op een gegeven moment bedacht van... we willen ook personeel kunnen vervoeren. Of als ambulance of als politieauto zie je ze in Rusland rijden. In Mongolië. En, daarna is er ook een... is eigenlijk ook voor de gewone man de bus heel populair geworden. Het is een 4x4 uitvoering. Ja, volgens mij kom je zo ongeveer overal waar je wil komen met dat ding. Ja, redelijk. Ja, het is maar ze rijdt wel heel spartaans. Ze rijdt. Het is een ze? Nee, of hij, of maakt niet uit. Ze rijdt best wel spartaans, zeg maar. Dus van oorsprong zit er geen stuurbekrachtiging in en geen rembekrachtiging. Heb jij er allemaal in gemaakt? Dat zit erin, ja. Want dus, volgens mij ben jij handig, Peter. Ja, ik werk thuis. Oh, lekker. Ik ben gewoon in loondienst, maar ik werk thuis. Dat klinkt als ideaal. Ja, dus de spullen worden vervoerd gewoon met DHL of ik breng ze zelf weg. En even zonder bedrijfsnamen te noemen, althans jouw werkgever. Wat maak je nu precies? Ik maak displaykasten voor in winkels. Dus je loopt met je winkelwagentje langs een displaykast... Waar de spullen van ons bedrijf op staan. Ja. Maar ja, die kun je niet op de grond neerzetten of op een palletje. Dus daar moet een kastje bij. En dat kastje komt compleet bijvoorbeeld bij de intratuin te staan. Met in dit geval met van die diffusers. Van die soort potjes die dan rook en geuren afgeven. Op die fiets. Goh. Even terug naar de camper. Waar heb je die gehaald? Ben je echt naar Rusland geweest? Nee, ik ben in contact. We hadden ze al in Scandinavië gezien. Omdat natuurlijk Finland grenst aan Rusland. Ja. En ik heb daar ook familie wonen. Dus in Zweden. En... Dus toen zei hij van, joh, als je nou kijkt, waarom koop je niet zoiets? Nou ja, het ging mijn oor in en mijn oor uit ongeveer. En toen zeiden we thuis dan, misschien toch maar een campertje. Maar ik dacht nog nee, helemaal niet meer aan dit ding. En toen zei mijn vrouw van, ja, ik vind zo'n oud Volkswagen busje heel leuk, weet je al. Onbetaalbaar. Ja, dat zei ik dus ook al. En toen dacht ik, ja, hoe heette dat ding nou ook alweer? Toen heb ik gewoon op internet Russisch busje opgezocht. En toen zei ik, oh ja, dat is hem, weet je. Ik zeg, wat vind je ervan? Toen zei ze, toen ging ze ook kijken. Ze zei, oh, maar er zit een dealer in Nederland. Er is eentje die nog nieuwe verkoopt. Dus
Ze worden nog steeds gemaakt. Serieus? Ja, maar Kolosnikovs worden ook nog steeds gemaakt. Oké. Okay. Dus dat die bedenken wat en dan wordt dan tot de eeuwigheid wordt dan die mol gewoon gebruikt. Dus er is wel in de loop van de jaren een ander blok ingekomen. Dus een iets moderner blok. In deze, dit is een oude, dus hij is uit 84. Maar die stuurbekrachting die heb jij er zelf in gemaakt? Nee, dat hebben ze in Polen erin gezet. En toen had ze dus geappt naar die man. Of een mailtje gestuurd. En kreeg ze geen reactie op. En toen zei ze, oh, maar hij is vast verhuisd. Of een ander, ik heb hier een ander mailadres, ook in Zutphen. Dus had ze die. Toen kreeg ze van allebei een reactie. De ene was een hobbyist die ooit een Jeep-model had gekocht in Polen. En die verbouwen die busjes en knappen ze op. Dus zoals hij hier staat, wordt hij niet gebouwd? Nee, hij is lagere wielen, kleinere wielen. En dat is de uiterste. En er zijn een paar kleine dingen dat een nieuwe onderscheidt van een oude. Maar dat moet je weten. Oké. Dus dat kan je niet zo dan. De nieuwe ziet er eigenlijk hetzelfde uit als een oude. En jullie gaan dan met z'n tweeën op vakantie met het busje? Ja. Ook wel een We zouden naar IJsland ermee gaan, maar ja, de corona die had wat roet in het eten gegooid. Volgens mij rijdt elke tweede IJslander in een 4x4. Ja. Dus dat staat nog wel hoog op het lijstje. Ja, maar ja, toen hebben we dit huis gekocht. Dus daar moet ook wat aan gedaan worden. Maar je gebruikt hem wel? Ja, ja, ja. Ja, de volgende 3 maanden niet. Want dan mag hij niet op de weg. Want? Dat is een verzekeringstechnisch, dus meer een wegenbelastingtechnisch ding. Dus als een personenauto ouder is dan 30 jaar, ja? Een personenauto, dus geen bedrijfsauto of zo, en hij rijdt op benzine, dan heb je een overgangsregeling. En dan mag je hem dus 9 maanden gebruiken en betaal je heel weinig wegenbelasting. En okay. Als hij 40 jaar en plus is, betaal je natuurlijk helemaal geen wegenbelasting meer. Ja. En hij is uit 84, dus nog 2 keer dat hij van de weg af moet in de winter. Maar Peter, stel nou dat we weer eens een pak sneeuw krijgen, dan kun je met dat ding niet de weg op. Ja, dat klopt. Ja, dat was vorig jaar het geval onder andere. Toen zei ik, ja, maar ja, dat is toch zo, daar kies je dan financieel voor. Ik heb nu wegenbelasting van. Ik heb hem net binnengekregen. Dus het was weer verhoogd. Het was naar €138 in een jaar gegaan. Ja, anders betaal je €100 in de maand. Hé, hey, en je komt hier niet uit de buurt? Nee, we komen uit de buurt van Den Haag. En heeft jouw werk jou hierheen gebracht? Nee, want ik werk nog steeds voor dezelfde werkgever. De liefde? ja, we wilden graag een wat kleiner huis, maar dat is niet helemaal gelukt. Understatement van de week. Maar wel een grote schuur en dat stond ook op het verlanglijstje. Een werkplaats. Nou, eigenlijk meer om de auto in te zetten, maar dat is ook niet helemaal gelukt. Want hij is hoger als dat de deur is. Maar misschien komt dat wel weer in orde. Oké. Okay. Ja, maar een grote tuin en zo, dat is soms. Maar jouw vrouw of vriendin? Ja, die werkt nu bij Contact Clip. Ik weet niet of je dat wat zegt. Nee. Aan het eind van het avondveld. Net tegen de weg, tegen de provinciale weg aan. Oké. Okay. En wat doet ze daar? Daar werkt ze in een magazijn. Oké. Okay. Dus dat is wat ze daarvoor ook deed. Maar zij komt ook uit? Uit Zoetermeer, ja. Zoetermeer. En specifiek voor het huis zijn jullie hier naartoe gekomen? Ja, we wilden toch wel wat aparte huis. Kinderen zijn groot. De oudste woont nog net thuis, maar die heeft al een huis gekocht. Dus, en die is voor de helft maar van de. Is die thuis? De rest zit hij op zee. Oh, die zit op de Grote Vaart. Ja, ja die is stuurman. Op een coaster. Oké. Okay. Toevallig ook naar Rusland of zo. Ja, vaart. ja, vaart veel op de Baltische Staten en zo. Goh, maar nu nog steeds? Vaak ja. Nog steeds naar. Ja, niet naar Rusland natuurlijk, nee. Maar wel naar Letland, Estland, Litouwen. Oké. Okay. Engeland, Scandinavië. En hoe lang is hij dan weg? Twee maanden en dan 2 maanden thuis. Heeft hij een vriendin? Nee.
Wat nog lastig op die manier. Ja, maar ja, dit is natuurlijk. Er zitten ook voordelen aan. Als je thuis bent, ben je ook echt thuis. Ja. Je werkt maar een half jaar. Ja. Je bent echt een half jaar weg, maar je bent ook een half jaar thuis. En op die manier word je ook uitbetaald. Dat je een half jaar thuis kunt zitten terwijl je een half jaar werkt. Nee, je hebt gewoon een maandsalaris. En dan als je vaart, dan krijg je een toeslag daarop. Ja, ja. Maar dat is nog steeds wel een goed salaris, hoor. Ja, stuurman wordt volgens mij best goed betaald. Ja, dan wordt best goed betaald, ja. Oké, okay. En de andere? De andere die studeert, die woont in een containerwoning. Oké. Okay. In Almere, die studeert biologie. Goed voor elkaar. HBO-opleiding. Dus, Had je nou pauze of moet je... Okay, nee, dat bepaal je natuurlijk zelf als je thuis werkt. Nou, maar van de week hadden we een begrafenis bijvoorbeeld. En dan neem ik die dag. Maar ja, die ruil ik dan met een zaterdag of zo. Als mijn werk af maar afkomt.